Ik wil ook echt... Ik wil ook even iets zeggen, man. Weet je wat ik laatst ging beseffen? Van... Veel mensen met een podcast worden vaak soort van gebloot, toch? Ja. Als één van ze zeggen van... Hey, podcastapparatuur moet duurder worden. Oh, ja, 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 mensen zeggen echt domme shit. En de enige mensen die niet weten dat ze domme shit zeggen... zijn de mensen die domme shit zeggen. Ja. Dus eigenlijk een beetje net zoals mensen die minder... die sterk ruiken. Mm-hmm. Alleen zij weten eigenlijk niet dat ze sterk ruiken. Mm-hmm. En toen begon ik te denken van oké... Okay, ik wil ons niet overschatten. Misschien zijn wij ook domme guys. Achter een mic. Mm. Dus dat is eigenlijk een vraagje voor de kijkers. Maar zeggen wij ook wel eens domme shit? En straks ga ik ook een paar momentjes nemen om domme shit te zeggen. Want we zeggen te weinig domme shit. Ja, klopt. Nee. Ja, maar G, maar domme shit verkoopt, hè, bro. Ja, ik hoor je. 100%. Domme shit verkoopt. Ik denk de comments gaan alleen zeggen dat ik domme shit zeg. Ja, maar ik vind het ook niet echt. Is wel domme shit, maar is niet wat zij, zeg maar. Ja, kijk, ik zeg niet, zeg maar, domme shit als in... ja, man, je kan geen loebe dragen met OV gaan. Zoiets zeg ik niet. Ja. Maar ik ben wel een keer die bijvoorbeeld kan zeggen van... weet je wat? Ik weet niet eens. Maar ik zou iets anders kunnen zeggen. Snap je? Dus dat. Nee, maar ik weet niet of ik... Ja, okay, maar jij zegt niet echt domme shit, man. Ja, volgens mij niet echt. Maar daarom ga ik nu mijn tijd nemen om domme shit te zeggen. Jou noemen ze juist politiek correct. Ja, maar daarom ga ik nu domme shit zeggen. Oh, ik ga dingen zeggen die ik... Nee, zeg maar. Ja. Nee, ik zou zeggen van... Ik denk niet echt dat jullie domme shit zeggen, snap je? Ik zie dit niet echt als een domme... Hoe noem je dat? Domme podcast. Domme podcast. En niet omdat we matties zijn of... Yeah. Yeah. Maar ik zie mezelf echt als consument, snap je? Ik hoor je. Dus, jullie leven erin. Jullie zijn geen consument als het om dit gaat, zeg maar. Maar ik kijk die shit, snap je? Ik vind het geen domme podcast of zo. Nee, ik vind niet dat jullie domme dingen zeggen. Ja, veel mensen zeggen wel domme shit, man. Yeah. Maar ik loef die domme shit ook wel. Maar mensen respecteren deze podcast, hè? Ja, hé! Mensen hebben echt hoog zitten als een van... weet je hoe vaak ik heb gehoord? Misschien kan ik je straks ook wel vertellen van dat... mensen bijvoorbeeld zeggen van... Ja, man, ik zou mijn shit dan wel... Ik zou bij Convo willen spitten, snap je? Want dat is, zeg maar, serieus, snap je? Dat is wel love. Dus mensen respecteren deze podcast wel echt, man. Dat is wel love, man. Dat is wel maar wat voor domme shit zou je zeggen? Ja, man, domme shit, man. En het is niet zo dommer. Het is niet zo Vertel dommer. Wat je wilt totaal. Nee. Ik ga die domme shit met jullie spitten. Oké, domme shit, man. Dit ga ik misschien een vast topic gewoon. Domme shit. Oké. Mijn eerste is... En het zijn dingen die ik meen, maar niet echt meen, maar ik meen het. De eerste is... Als je 2-in-1 shampoo gebruikt, moet je geen stemrecht hebben. Je weet niet de juiste keuzes te maken. Dat is één. Dat is één. Bro, dit is Fano 2011. Dat is één. Bro, hoezo gebruik je iets voor je hoofd, toch? Voor je body. Shampoo voor je, ook voor je body. Het is niet goed. Technologie, toch? Nee. Het is niet goed. Okay. Het is niet goed. Gebruik andere dingen. Domme shit 2. Oké, domme shit 2. Dan gaan we naar 2. Deze is echt domme shit. Luister. Je weet toch, je kan op WhatsApp... Kan je die memo's versnellen, toch? Ja. Oké, maar hoezo luister je naar je vrouw, je wifey, luister die memo versneld? Hij wel echt van haar. Waarom luister je die memo versneld? What the fuck is met deze man? Waarom luister je die memo versneld? Omdat die memo een minuut duurt. Naar de liefde van de leven moet je geen haast hebben. Je moet geen haast hebben. Iemand anders zei me dit. Ik ga geen naam noemen. En ik dacht, ja, het maakt sens. Ik dacht van, ja, het maakt sens. Bro, maar misschien komt het uit als ik het sneller hoor en dan kan ik door met iets anders. Zet het gewoon op één. Naar de liefde van de leven. Je moet bijna vertraagd luisteren. Bijna. Ik zet het op 1,5, misschien 2 zelfs. Hey, ik zet op 2. Ik bereken echt vast dat ding 1 minuut is, zet het op 2, 30 seconden. Ik luister op alles. Paralyse chipmunk gewoon. En de laatste, ja, waar ik laatst over na ging denken, is... In sommige oren klinkt dit controversieel, maar eigenlijk is het helemaal niet zo controversieel. Waarom, of niet waarom, racisten zijn vaak heel creatief, man. En grappig. In het racistisch zijn. Ja, en grappig gewoon. Dat ik denk van shit, je beledigt me, maar je bent... You're kind of funny. Ja, maar ik zeg je heel eerlijk. Ja, oké. Ik kan zeg maar heel erg... Ik denk dat we allemaal best wel duistere humor hebben. Ja, maar ik kan om veel van die racistische shit wel gewoon lachen, zeg maar. Ja, hoor. Heel eerlijk, maar ik kan er gewoon lachen. Tuurlijk. Tenzij het echt gewoon haat is, zeg maar. Ja. Want dat kunnen wij allemaal ook heel goed onderscheiden. Ja. Maar een racistische joke, dat kan ik wel heel goed hebben. En soms is het niet eens een joke van die persoon, maar het is wel grappig. Het is wel grappig. Ja, snap je? Grappig, man. Toen het corona was en en Donald Trump zei Kung Flu.
Ja, oké. Hé, broer. Ja, ja. Om laatst keek ik op Twitter. Ja. Een kill had een selfie gepost met veel puistjes. Iemand zei monkeypox. Maar hij is blakker. Dus dan ben ik van... Ah. Ik snap. En, ze zijn racistisch, broer, maar... En de grap is, zeg maar, Wilders bijvoorbeeld en Trump zijn echt funny guys. Ja. Ze zijn echt in het verkeerde beroep. Soms denk ik, jullie moeten gewoon comedian zijn. Jullie zeggen echt grappige dingen. Ik vraag me af of ze niet iemand achterin hebben, man. Gewoon een... Wat die dingen zeggen? Iemand in het team die gewoon... Ik denk het niet, man. Die gewoon fatu is. Die gewoon bijvoorbeeld bepaalde dingen... Nee. Zijn het zelf. Baudet was een tijdje ook grappig. Ja, ze zijn het zelf. Ze tijdje ook grappig. Ze zijn grappig. En weet je wat ik denk... Wat het ook is... Als je zeg maar een racist bent... Heb je minder grenzen, toch? Mm-hmm. Van de dingen die je kan zeggen, zeg maar. Dus ze hebben dus sowieso... je creativiteit voor die joke gaat verder. Ze hebben een breder speelveld, man. Ja, het is bijna oneerlijk. Ze hebben gewoon een breder speelveld. Ze kunnen gewoon alles zeggen en gewoon van, ja... Dit is wie ik ben, zeg maar. En wij hebben toch... Ja, we hebben grenzen. Ja, en we zijn gewoon geciviliseerd. Maar kijk, we hebben grenzen... Het grens, zeg maar, tot onze mond. Maar in onze mind misschien. Ja, fuck up, man. Nee, ja, oké. Okay. Nee, ik... ik snap, laten, ja, laten we dat laten. Ik ja, snap je. Cool. Maar dat was... Voordat we deze voorbeelden geven. Ja, dat was mijn kopje domme shit, man. No. Ja. Ja. Alleen die eerste loefde ik niet, man. Ja. Wat was de eerste? Van die shampoo, want ik zeg jullie, ik kom echt niet uit. Je gebruikt 2-in-1 shampoo? Ik heb het niet. Ik heb het niet breed. Hé, hey, broer, man. Ja, dat is volgens mij zelfs duurder, man. Para, hè? Ja. jij krijgt aparte van mij. Van, ja, sorry mensen, ik heb geen domme shit, man. Ik heb echt geen domme shit. Ja, niet zo, misschien on the spot, maar jij zegt veel domme shit. Hey, yo. Is wel een goede kopje wat je zeg maar... Ja, toch? Ja. Gewoon even... Kom met iets doms. Man. Kom gewoon met iets doms. Gewoon zo'n mening die is van, ja, waar heb je het eigenlijk over? Ik snap dat je kijkt en denkt van, ja, maar ja, meer moet versneld, maar... Mm-hmm. Wat zeg je? Nee. Maar dit is mijn... echt mijn ding, man. Nu kan ik lekker venten. Want ik hou er ook van, bro. Ik wil niet dat je lang met me praat, maar ik snap niet hoezo jullie dat niet doen. Bro. Nee, ik doe alles op twee. Oh. Wat? Nee, ik doe alles op twee. Behalve, sinds diegene me dat zei, dacht ik, Sang... Ja, maar ik moet er wel op één zetten. Ik moet wel mijn tijd nemen. Man. Ja, ik ben echt een kutvriend, man. Ik maar lange memos loef ik sowieso niet. Skip memos, ik neem belletjes niet op. En ik vind ook van, als je memos stuurt, moet je ze gewoon... Als je een 5 minuten memo hebt, doe het 5 keer 1 minuut, man. Dat luistert wel lekker weg, man. Ja, ik zeg dat luistert lekker weg. Soms heb ik een memo van 1,5 minuut, ik stuur het 4 keer. Is top. Ja, man. Is top. Ja, toch? Maar kleine hoofdstukken, snap je? Je bent het eens. Memo. Maar je hoort niet met die 2-in-1 shampoo. Ik kijk naar de cameraman. Moi. Je gebruikt ook 2-in-1 shampoo, hè? Je gebruikt ook 2-in-1 shampoo. Ik wist het. Je gebruikt 3-in-1. Wow. Dat was die derde. Oké. Is gewoon alles. Is body, hair en mind. Pakken. Afwasmiddel. Nee. Afwasmiddel, ja. Oké. Ja, Mano Spang, dat was domme shit. Heb jij nog iets randoms wat je wil vertellen? Of een tip of zo? Misschien kom ik er later op. Ja. Oké, neem je tijd. Oh, wacht, ik heb nog een randoms. Ja. Ja, nee, als zeg maar. Toch random. Nee, ja, tuurlijk. Als je geknipt bent, moet je meids facetimen.